Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik in de studio en ik ben hier met een heel interessante gast. Namelijk mevrouw Orsine Walden. Zij is voorzitter van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo. Dus u raadt het al, hè? We gaan praten over het district Brokopondo en alles wat deze stichting daarvan plan is te doen. Want als we horen duurzame ontwikkeling, dan weten we dat er goede dingen gedaan zullen worden in het district Brokopondo. Mevrouw Walden, goeiedag en welkom in gesprek met. Dank u wel, Queen Carla. Yes. Blessie, blessie, blessie. Grand Tangi, mm-hmm. In de eerste plaats dat ik aan mag schuiven vandaag. Ja. Is een eer, is altijd een eer om met u te praten. En wij hadden, tenminste jij had me geleerd, Hanse Moeje. Ja. Ben jij. I ook. Zeg maar gerust, je ja. Hoor. Toch? En Hanse Moeje betekent mooie vrouw. Ja. En dat zijn we inderdaad. Dat zijn we inderdaad. En dat zijn bijna alle Surinaamse Klopt, vrouwen. Klopt, zeker. Zeker. Dus. Zeker. Maar nu, Orsine Walden. Yes. Waarschijnlijk horen heel veel mensen over je. Maar wie is Orsine Walden? Wel, wie is Orsine Walden? Mm-hmm. Orsine Walden is een vrouw geboren in Suriname. Oké. Okay. Weggegaan op haar 11e. Onvrijwillig, want als kind van 11 jaar mm-hmm. heb je niet veel te zeggen als je ouders zeggen van hey, we gaan naar een ander land. Inderdaad. Maar in mijn geval is Suriname altijd in mijn hart gebleven. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik in het begin, toen ik in Nederland aankwam, en ik het fenomeen sneeuw moest ervaren. Ja. Want ik zeg moest, want je hebt geen andere keus. Absoluut. En als 11-jarige kind naar school gaan, in de sneeuw. Ik ging ervan uit dat het sneeuwt, dus ik ga niet naar school. Aha. Wel, toen werd ik al geconfronteerd met een harde levensstijl in Nederland. Dat ik mee kwam, hoe zeg ik dat? Ik heb een pact met mezelf afgesloten. Dat wanneer het zover is en niet tot mijn 60ste wachten, dat ik terug ga. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan. Okay. Een paar jaar geleden, ik ben nu inmiddels 6 jaar in Suriname. Ik heb echt gesprongen, de sprong gewaagd, zoals mm-hmm. mensen dat zeggen. Gewoon mijn jumpen dan tak mijn ja. Oké. En u weet, ik heb 2014 heb ik Srividensi Poema Award als dichteres gepresenteerd yeah. in Suriname. En op diverse podia gestaan toen dat tijd. Maar heel veel mensen kennen het zakelijke gedeelte niet van Hanse Moeje. Mm-hmm. En op dit moment, 2022, mm-hmm. heeft het universum gesteld dat het klaar is om mm-hmm. de zakelijke kant van mijn persoonlijkheid Suriname te lanceren. Mm-hmm. Dus vandaar ook DOP. We hebben op 8 maart, Vrouwendag, hebben we DOP gelanceerd. Oké. Okay. Dus opoe dopado, dat wil zeggen we hebben het naar buiten gebracht. Juist. Net hoe je een baby binnen de Suriname-Marokkaanse cultuur mm-hmm. naar buiten brengt. Oké. Ja. Dus en deze baby moet snel groeien. En deze baby groeit snel. Okay. De baby is buiten gebracht 8 maart, maar nu al heeft het voeten. Mm. En ik zeg, ik zal geen Orsine Walden heten. En de persoon die ik ben, want u vraagt wie ben ik, ja. om dan niet de media op te zoeken en DOP te promoten. En als ik DOP promote, dan promote ik daarmee ook district Brokopondo. Helemaal, helemaal. Dus duurzame, stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo, DOP. DOP, dus okay. deze man moest onthouden, DOP. DOP, dit is je Orsine Walden, dit is Brokopondo. En DOP is en in DOP. The building. Yes. Maar om toch even terug te gaan, was je zakelijk bezig in Nederland of cultureel? Wat deed je daar? Ik heb ontzettend een paar jaren gewerkt voor een, ik ga het maar geen naam noemen, mm-hmm. voor een corporate business. Okay. Ja, zeg maar. Dus het was zakelijk? Zakelijk. Maar dat was mijn cultureel gebied, cultureel gebied en dat ook. Soort dingen deed je niet zoveel? Jawel, heel oh, veel toch? Zelf. Ik heb in Nederland heb ik Ubuntu events opgericht. Daarmee oh. deden we culturele activiteiten. Mm-hmm. Marcus Garvey Day, Nelson Madiba Day hebben we geprobeerd in Nederland dat zeg maar op de kaart te brengen. En ik was in Nederland betrokken bij traditioneel gezag. Mm-hmm. Om de samenwerking te versterken tussen Ghana en
Afrikaanse landen. Mm. Dus daartussen was ik was zeg maar intermediair in Nederland. Dus op cultureel gebied, dat was ook de prijs dat ik dan daarvoor kreeg. Mm-hmm. Want ik deed niet alleen maar poema's. Ik zorgde dat de gemeenschappen, laten we zeggen de Afrikaanse gemeenschap, meer een vuist vormden. Ja, ja. En ik heb nu de afgelopen tijd in Suriname gezien dat die vuist die ik in Nederland heb geprobeerd, en het is aardig gelukt hoor, want nu zijn er heel veel jongeren die het werk eigenlijk hebben overgenomen. Mm-hmm. Maar in Suriname mis ik dat, vandaar ook DOP. Okay. En is een stukje van de bewustwording en zorgen of proberen in ieder geval de mensen die het nodig zijn, al de actoren, mm-hmm. bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Want onze VEP praat over Umbondru. Mm-hmm. En ik heb zoiets van, ik sta er 100% achter wat hij zegt. Ja. Omdat Suriname heeft dat nodig. Mm-hmm. If you look at Black Abuba, dan weer tang praat die fotosma, buskondrisma, maar ook alle na Afrikaan bakapching. Mm-hmm. En if je taki you na Afrikaan bakapching, fa je do, sa je do. En amoro bigisani, suma na desma, sa snap drape, en fa wego. Mm-hmm. Want ik kan takti de, dat amara, sma vergeti. Die gansen bij umi. Die gansen bij umi. Die feti pou mi asafu. Die gansen bij umi. Die gansen bij umi. Die de fufu pou na afikan koputa konde ganda. Uwoko kuma hasia basu basu. Die gansen bij umi. Die gansen bij umi. Feti pou mi asafu. Die gansen bij umi. Die gansen bij umi. De biabi de du. Die libi bita libi na afikang. Die waiti konde de. Die gansen bij umi. Die gansen bij umi. Feti pou mi asafu. Die gansen bij umi. Ik heb zelf gesteld, niet ik alleen, want ik heb eerst marktonderzoek gedaan. Ik heb met de DC gesproken. Ik heb met toppers van RO gesproken. Van hey, de behoefte is geuit in deze. Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe denken jullie? Mm-hmm. Dus heel veel voorgesprekken gehad met de centrale overheid en het traditioneel gezag. En daaruit is gekomen, voorgekomen dat wij eigenlijk wat we zoeken, concreet in de praktijk, is capaciteitsversterking. Mm-hmm. Okay. Ja, en die versterking, hoe ga je dat doen? Ja. Dus wat DOP nu doet, is samenwerking. We zijn samenwerking al sinds vorig jaar aangegaan met de DC, mm-hmm. van Brokopondo, DC Mendelssohn. En ik moet zeggen, deze DC is een DC die het hart heeft voor Brokopondo. Zo, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. We hebben het geprobeerd zonder mensen aan te vallen met de vorige DC's, maar het is niet gelukt. Mm-hmm. En deze DC, Umekwa Kofu. Mm-hmm. En niet alleen ik als DOP, maar ook met andere organisaties. Voor die power die Brokopondo. Okay. Want men praat constant over Brokopondo is het rijkste district. Daar is zoveel multinationals zijn daar. Maar we zien het niet terug. Mm-hmm. En ik zeg niet dat ik de oplossing heb. Maar ik heb altijd zoiets van, if wasma no be lowe, lowe ting no be fini. Vinden plaats, toch? Mm-hmm. Dat zouden we nu op dit moment niet kunnen praten over Loewe Mampansi. Ja, alles aan het begin nanga. Juist. Oké. Okay. En daar staan we nu. Oké, okay, dus Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo. Wat moeten we daarbij? Je hebt al een beetje aangegeven. Maar we horen duurzaam en we horen ontwikkeling. Yes. Oké, okay, welke duurzame ontwikkeling moet echt op gang komen daar? Behalve onderwijs, kunst, cultuur. Minder bedeelden in de samenleving helpen, is nu de taak eigenlijk van DOP, wat we tenminste als doelstelling hebben, is om het op bestuurlijk niveau, mm-hmm. dus het bestuurlijk niveau van ons is traditioneel. Mm. Maar wanneer we dan praten over duurzame ontwikkeling,
Dat is dan samen met de centrale overheid in deze persoon D.C. Mendelssohn en het traditioneel gezag die zich nu georganiseerd hebben in een platform. Mm-hmm. Samen kijken wat de behoeftes zijn per administratieve dorpen, mm-hmm. Resorten eigenlijk. En daarmee kunnen we zeggen van oké, wat is het plan wat we voor 5 jaar, want we hebben gesteld dat we een beleidsplan voor het district opzetten, samen met de gemeenschap. En dan kijken we dan wat de behoeftes zijn. Dus jullie werken niet ad hoc? Nee. Jullie gaan echt voor long term? Ja. En nu zou... hebben jullie gekozen voor 5 jaar? Yes. Mm-hmm. En hetgeen we willen doen zijn in ieder geval activiteiten gericht op de community building. Mm-hmm. Want dat is belangrijk. Mm-hmm. Wanneer jij zegt dat je de gemeenschap wilt empoweren, kan je niet zonder de gemeenschap. Zonder meer. En dat is eigenlijk onze focuspunt nu, om echt op de gemeenschap te focussen, mm-hmm. met de mensen te praten. Dus jullie gaan me op deze tijden heel vaak zien. Mm-hmm. Van wat zijn de behoeftes? Ja. Want Brokopondo is groot, maar als de centrale overheid niet weet dat jij bijvoorbeeld een pen en een papier nodig hebt in Balinsula, mm-hmm. en niemand... daar gaat voor jou om te bepleiten dat je een pen en papier nodig hebt, dan kan je lopen klagen. Ja. Van, ai, dene lukumi, dene lukumi, dene lukumi. Maar dan, opono. En dat is dop. Okay. We moeten nu echt opstaan. Mm-hmm. Dus dat proberen wij te trachten. Dat trachten we nu met de overheid. En als ik zeg met de overheid, laat me het zeggen, de overheid als gesprekpartner. Mm-hmm. Ja, toch? Het is niet dat jullie steeds de hand gaan uitrekken. Jullie gaan zelf ook dingen doen? Ja, we doen dingen zelf. Dat hebben we al gedaan, 8 maart. Mm-hmm. Hoe was het, die lancering? Wauw, het was heel goed, mm-hmm. mevrouw Kala. Ja. Het was goed. En als je hebt... Dus de gesprekken die we tijdens de Gamuyakot hebben gedaan... Want is een thema... Want iedereen vroeg me, wat is Gamuyakot? Gamuye betekent volwassen vrouw. Oh. En 8 maart was de dag van internationale vrouw van de dag. Mm-hmm. Dus we hebben toen heel veel dingen besproken. Van waar gaan we naartoe? Waar staan we nu en waar willen wij naartoe? En waarom speciaal op 8 maart? U weet, de vrouw, mm-hmm. is eigenlijk de bakermat naar stoomvoeten van, mm-hmm. gemeenschap. Mm-hmm. Heeft bijna in een abba vrouw. Ik kan stoppen hier, Sandati. Mm. Dus de gesprekstoffen die we hadden was van de vrouw in ontwikkeling. Dat was het thema. Okay. En hoe gaan we dat doen? En ik mag zijdelings zeggen dat 29 april, mag ik daarvoor een beetje? Absoluut, okay. Wat gaat er gebeuren? 29 april, DOP is een samenwerking aangegaan met Fitimau. Mm. En Fitimau is een coöperatie met meer dan 200 leden. Fitimau kwa wang. Fitimau is dit. Ah. Toch? Allemaal elkaar. Yes. Mm-hmm. Fitimau betekent... We paraboto anu wang 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 wang. Praat ze aan elkaar zijn. Srana door elkaar. Oké, dan leren we dat ook. Dus... We paraboto. We paraboto anu wang wang anu. Ah. Toch? Dus we zijn de samenwerking aangegaan. En 29 april mm-hmm. hebben we gemeend... business network meeting te houden met een minibeurs. Zo, mooi. Waar? In Brokopondo? In Brokopondo district, maar het is in Bronsweg, Kruto Oso. Okay. Daar hadden we de launch ook van DOP. En dat zijn zaken dat je ziet van de ondernemers, die zijn er, maar wanneer je geen zaken voor ze organiseert om hun producten te verkopen, mm-hmm. bekendheid te geven aan mensen die goed bezig zijn, daar heb je niks. Absoluut. En daar moeten we van af. Mm-hmm. En dat is hetgeen wat DOP probeert nu in samenwerking met andere organisaties van kijken, make a power who's ready. En natuurlijk, het is niet altijd makkelijk. Ja. Verre van. Absoluut. Hè. Het is niet makkelijk. Maar men zegt, waar er een wil is, is er een weg. Yes. En nu hebben jullie die wil geïdentificeerd. Ja. Die stichting is gelanceerd. Yes. Hij loopt al, zeg je. Maar wie zitten er allemaal nog in? Op dit moment, bestuur bestaat uit 3 vrouwen. Ah. Ik ben de voorzitter daarvan. Mm-hmm. We hebben een Johanna Wondel en een Natasha Jeffery. Zo. Ja, en daarnaast werkt DOP
met ambassadrices en ambassadeurs. Zo. En zij vertegenwoordigen hun dorp of administratieve resort. Mooi. En zij zijn eigenlijk de ogen en de oren van DOMP. Oké, dus zij gaan in het veld en gaan zeggen, luister, nou, dit moet je nu aanpakken. Yes. En dan één keer in de zoveel tijd hebben we dan vergaderingen met elkaar om te kijken, inventariseren, aangeven aan de DC. Dit zijn de noden van zo'n dorp. En dan kijken hoe we dat kunnen oppakken. En geld? Waar komen de financiën vandaan? Overal en nergens. Mm. Ja. 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 Jullie geloven letterlijk erin. Overal en nergens. Nergens. Ja. Maar het komt wel. Maar het komt. Weet u wat het is? Ik ben iemand... dit is Satwata Gafensi. Satwata Gafensi, dus zout schept niet op voor zichzelf. Nog een keer. Satu. Satu is zout. Zout, ja. Satu. Nata Gafensi. Nata Gafensi gaat niet vanzelf komen. Heb ik het goed vertaald? Dat wil zeggen, zout schept niet op over zijn zout zijn. Oké, oké. Nata Gafu is opschep. Gafa, yes. Gafa is opschep. Yes. Oké, dat is een mooie. Dus, moeten we niet vergeten. Satu. Satu. Nata Gafensi. Nata Gafensi. Ja. Mooi zo. Dus als u het zo stelt en ik zeg dan overal en nergens. U moet een beetje, wat ik wil zeggen in principe. Als je zegt, je gaat... Dit verplaatsen naar daar. Mm-hmm. En je hebt geld nodig. Dan moet je opstaan vroeg. Mm-hmm. Vroeg in de ochtend. Mm-hmm. En niet wachten tot het 5 uur is om op te staan en dit ding te gaan doen. Oké. Ja. En ook niet verwachten dat iemand anders het voor je gaat doen. Maar absoluut je niet. Je brengt de offer, je staat eerder zelf. Op of vroeg. En dat ziet men niet. Mm. En ik kan me voorstellen dat mensen die soms de voortouw nemen in zaken in Suriname gedemotiveerd raken. Mm. Omdat wanneer je daar bent en zorg van dat je een pen nodig hebt. Nu staat er een mooie naam, die pen moet daar komen. Mm-hmm. Maar de mailtjes, de meetings, de late nachten opblijven, de vroege ochtenden weer opstaan. Dat ziet niemand. Mm-hmm. En wanneer men het niet ziet, heeft men geen idee hoe hard men soms werkt om hetgeen... Wat je zegt van dit verplaatsen naar daar, mm-hmm. om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En ik zeg altijd van, die stukje waardering is soms nodig. Mm. En als DOP hebben we ook gesteld van, wanneer je mensen niet waardeert, vooral ons traditioneel gezag, mm-hmm. die de afgelopen tijden soms negatief in het nieuws gekomen zijn, ja. Dan moet je soms teruggaan, hè? Teruggaan naar onszelf. Mm-hmm. Wat doen wij om de waardering te tonen aan de mensen die soms, niet soms, die vaak ongezien zaken voor ons regelen? Ja. En die waardering willen we ook dit jaar starten middels een vaderdag. Dag, ja, special. Mm-hmm. Mm-hmm. Voor de vaders binnen het gezag. Zo. In de dorpen. Okay. Dus dat mogen de mensen ook weten dat DOP een vaderdag special heeft in het district. Om onze traditioneel gezag te poweren. Maar zeg je daarmee dat het traditioneel gezag alleen uit mannen bestaat? Nee. Maar vaderdag mm-hmm. is een special voor traditioneel gezag. Maar er komt eerst moederdag en daarna gaan we naar vader. Yes, maar de moederdag special, we hebben nu een internationale dag van de vrouw gehad. Mm-hmm. Mei gaan we op een andere manier invullen. Oh. Ja, voor de dames. Het is niet dat jullie de moeders helemaal... Nee, helemaal niet. En ik zeg altijd, het is elke dag moedersdag. Absoluut. Maar af en toe vergeten we de vaders. Mm-hmm. En ze hebben het ook moeilijk. Ja. Want als je kijkt naar de afgelopen tijd, qua nieuwsvorming, soms slaan ze door mm-hmm. tot tragisch toe. Ja. Maar we praten er niet over. Hè? Mm-hmm. Op social media zie je een heleboel langskomen, maar die trauma erachter. Ja. Wat de familie meemaakt, van mm-hmm. beide kanten, want het zijn beide slachtoffers. Hè? Absoluut. We praten daar niet over. Mm-hmm. En het traditioneel gezag heeft het soms ook moeilijk. Ja. Ja. En ik heb vaak gesprekken met hen. En wat je merkt, is dat ze soms ook niet meer weten van
Oké, dat va. Hoe verder? Hoe verder? Ik ga u een voorbeeld geven. Ik kom van Klaaskreek. Ik woon daar. Rustig, lekker, heerlijk. We hebben nu een jongere kroeto. Elke week hebben we nu een jongere kroeto in het dorp. Echt waar? Yes. Welke dag? Woensdag. Maar dan moeten we eens een keer het mee komen meemaken. Graag. Dus Pasha Mario, unje. Oké. Welkom. Welkom, Alessi. Toch? Dus dan hebben we gesteld van, ik hoef niet altijd op de voorgrond. Bepaalde zijn die me kan motiveren, dat laten we dat zo doen. Ja. Maar je kan niet overal leiden. Absoluut. En soms moeten mensen dat ook beseffen. Hè? Je kan niet overal zijn en ik kan ook niet overal zijn. En dat wil ik ook niet. Ja. Maar hetgeen wat nu gebeurt, dat vind ik heel erg mooi, is dat Jimchi vergadert in vergader. Want wat we uitleggen, blijven uitleggen en zullen blijven uitleggen, is hoe komen we er als we niet met elkaar praten? If min ook tijd dat je mijn krant elke naam of zo, dat kunt u monteur of elektricien of van de karasman, zou ik je pie. Ik denk installateur. Dat kunt u het zijn, maar u weet het niet. Precies. En dat zijn een van de dingen wat we zeggen van met elkaar praten. Oh, ik heb zo'n probleem. Oh, maar ik ken zo iemand. Of, oh, zoiets ga jij doen. Oh, ik kan helpen met Nataki. Nataki. Taki na Libi. Dus dat zijn een van de dingen die we ook in investeren. En de DC is echt daarin een partner met Dom. Want de tijd gaat zo snel, hè? Ja. Want we hebben dan niet eens gesproken over die overstroming. Waarmee het binnenland geconfronteerd is. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Op dit moment staat het nu even gewoon stil, hè? Stil. Er komen wel mensen naar het, zeg maar, het stuwmeergebied, waar Goisakom gevestigd is. Er komen mensen, maar niet zoveel als dat je zou willen. Want de huizen die onder water zijn, ja, daar kan je geen mensen in zetten. Dus dat is echt een kleine of een grote ramp. Hoe zullen we het kwalificeren? Voor nu klein of groot? Semi. Is groot, want als jouw inkomstenbron toerisme is, dan heb je een probleem. Ja, want dan heb je geen inkomsten. Dan heb je geen inkomsten, dus dat is best wel een groot probleem. Ik weet ook niet hoe je dat aanpast, want het is de natuur die dat doet. Absoluut. Maar ik denk dat de natuur toch een beetje, we hebben de natuur een beetje helpen verpesten. Want als je kijkt, het gebeurt wel eens om de 7 jaar of 5 jaar, tak awatra ebigi. Maar zo, je zegt, het kan gebeuren. Het kan gebeuren. En de kreken hebben ook een beetje verpest, toch? Met onze goudsector dingen en zo. Allerlei troepen erin. Dus ja, het ligt aan het weer. Het ligt aan global warming, zeggen ze. En het ligt ook aan het beleid. Het ligt aan het beleid. Beleid moet inspelen, want je weet wat er komt. En dat is beleid, hè? Klopt, klopt. Maar nu is die stichting in van Brokopondo, de naam zegt het al. Voor en met. Gaan jullie alleen je focussen op Brokopondo of is het de bedoeling dat jullie daar naar de vleugels zullen uitzien? Dat is een interessante vraag. Ja, toch? Ik heb voorstellen gehad om de B te veranderen in duurzame ontwikkeling binnenland. Dat is breed. Nee, dat voorlopig niet. Nee. Brokopondo heeft al is al een zorgkindje, terwijl dat het rijkste district is van Suriname, zegt men. Hè, daar komt het goud vandaan, de diamanten komen daar vandaan, maar we zien het niet terug. Ja. Wat ik wel doe als DOP, is om samen te werken. Okay. En dat doen we wel met Marowijnen en Sipaliwini. Okay. Ja. Dus dat is alvast een stap? Ja, dat doen we wel. Okay. Ja. Nou, dan zijn we door de tijd heen. Wat is het laatste dat je nog aan de kijkers wil meegeven? Takanganisma. Wel, lieve kijkers. Wat ik als voorzitter van Duurzame Ontwikkeling Brokopondo wil meegeven, is dat een ieder die Suriname lief heeft, zorgt dat Suriname vooruit komt. En hoe doen we dat? Door samen te werken en te proberen Suriname ook schoon te houden. Ik als natuurmens, mijn broeder te meshi, maar ik rij in wagi dat je trouwde de sani. Misschien had u gedaan dat ik een andere boodschap zou geven. Ik heb er heel veel.
Maar in ieder geval laten we de liefde die Suriname ons biedt, like a little bit of mama san swanang eji unu, make waardeer dat die. Asso. Laten Suriname schoon houden en met een schone omgeving. Trasani is volg, dat je je voelt ik om horen krijgen. Nee, en dat ik is helder. Dat ik is helder, want if, bijvoorbeeld je sliep in een camera, dat camera doet die, dat bijna in je volg zou je drink of zou je boem virus, dat boem je moest chakonji, dat is niet zo. Asso. Maar hoe begin je een waardering voor mama Sranan? Helemaal. Grand Tangi, dat je wilde komen naar de studio. Graag gedaan. Om deze informatie met ons te delen. We zijn blij als alvast ontwikkeling op gang komt. In één district zal het zeker ook een effect hebben naar de andere toe. Heel veel succes. Grand Tangi. Kijkers, zo hebben we dus op bezoek gehad vandaag mevrouw Orsine Walden. Zij is voorzitter van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo DOP. En ze zegt, die naam moet u niet vergeten, want jullie gaan de laatste tijd, de komende tijd misschien vaker horen over DOP. Dat weet je het. Het is Duurzame Ontwikkeling Brokopondo. En als daar die ontwikkeling op gang komt, dan kunnen wij in Paramaribo en de andere districten ook afkijken. En ook in onze eigen districten de ontwikkeling op gang laten komen. Dus we zullen deze stichting zeker blijven volgen. Maar u gaat niet weg, want zometeen is Richelle Maknakker met een onderwerp. Zij gaat praten met de heer Jerry Egger. Hij is historicus. En als u blijft kijken, dan hoort u waarover ze gaan praten. Tot dan. Dankjewel mevrouw Carla. Kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met meneer Jerry Egger, historicus aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De universiteit begint strakjes met een tweede groep van de masteropleiding. En meneer Egger gaat ons meer vertellen over deze masteropleiding. Meneer Egger, het heeft 11 jaar geduurd voordat de mastergeschiedenis weer van start gaat. Waarom heeft het zo lang geduurd? Het is deze maand inderdaad 11 jaar geleden. En wel, ik heb het hier bij me hoor. 15 maart 2011, toen het openingscollege in het IGSR-gebouw hier verderop op de campus werd gegeven door Maarten Schalkwijk, onze ambassadeur nu bij de Organization of American States. Ja, waarom heeft het 11 jaar geduurd? Het heeft 11 jaar geduurd omdat je natuurlijk moet wachten op een aantal studenten die voldoen aan de kwalificaties om een mastergeschiedenisopleiding te doen. En we moeten ook niet vergeten dat er in Suriname een bepaalde vraag is naar historici. Dus je kan niet elk jaar starten met een masteropleiding. Dus vandaar dat het 11 jaar heeft geduurd voordat we dus met onze tweede incidentele master starten. Als we even blijven bij de eerste groep die deze opleiding heeft gevolgd. Uit hoeveel studenten bestond die groep? Die groep, en ik doe het even uit mijn hoofd hoor, bestond uit zo'n 14 studenten. En van die 14 studenten hebben 11 vandaag de dag hun master. En ik moet er direct bij zeggen dat deze 11 studenten in de meeste gevallen leidinggevende posities nu hebben. In het onderwijs, buiten het onderwijs. En een aantal van ze zijn dus nu betrokken bij onze bacheloropleiding. Want dat was ook een van de redenen waarom we gestart zijn met die master in 2011. Om mensen op te leiden voor de bacheloropleiding. En dat is ons gelukt. Dus er zijn een aantal mensen nu... van die masteropleiding, die colleges verzorgen bij de bacheloropleiding. Okay. En als we kijken naar het doel van de opleiding, los van het opleiden van andere docenten, zijn er ook andere doelen die deze opleiding heeft? Ja, een belangrijk doel is, u zult het vaker gehoord hebben, dat mensen zeggen dat we onze eigen geschiedenis moeten schrijven. En dat is belangrijk. Ik kan een citaat van Maarten...
eigenlijk uit zijn presentatie toen, hè, waar hij zegt, een natie zonder geschiedenis is een innerlijke tegenspraak. Wat een natie maakt is haar verleden. En dat verleden moet opgeschreven worden. Dus een van de belangrijke doelen van de geschiedenisopleiding is ook om onze eigen geschiedenis te schrijven, onze eigen curricula te ontwikkelen voor scholen en onze eigen visie op de geschiedenis presenteren aan het publiek. Dus los van het onderwijs is een belangrijke reden om te beginnen met een master ook om mensen op te leiden om inderdaad de geschiedenis te herschrijven. En is er enigszins al een stap in die richting gezet om te beginnen met de herschrijving van onze geschiedenis? Nou, eigenlijk al voor de masteropleiding zijn er verschillende manieren geweest waarop de geschiedenis is herschreven. Een voorbeeld daarvan is de geschiedenisboeken van het basisonderwijs. Die zijn allemaal in de jaren 80 en daarna herschreven. En het zijn de lokale mensen die dus die geschiedenisboeken hebben geschreven. Dus die stappen zijn al gezet. Waar we verder mee willen gaan is natuurlijk dat er boeken worden geschreven, programma's worden gemaakt, waarbij dus onze kijk op de geschiedenis, op verschillende aspecten van de geschiedenis, dat onze kijk naar voren komt in dergelijke programma's. En als we kijken naar de interesse die studenten hebben getoond voor de masteropleiding, hoe zou u daarop reageren? Die interesse is groot. We hebben heel wat studenten, sommigen met een MOB van het IOL en sommigen met een bacheloropleiding van Anton de Kom, hebben interesse getoond voor de opleiding. Ik moet eerlijkheidshalve er direct bij zeggen, dit is een masteropleiding en een masteropleiding op ADEC moet kostendekkend zijn. Dus dat betekent dat, niet zoals bij de bachelor, studenten alleen inschrijfgeld betalen. Ze betalen ook collegegeld. En ik hoef u er niet bij te zeggen dat door de geldontwaarding een masteropleiding voor heel wat studenten een kostbare investering is. En we zitten dus met dat gegeven dat er studenten zijn die belangstelling hebben, maar even pas op de plaats hebben gemaakt, want het collegegeld was een barrière. Met dat gegeven, weet u hoeveel studenten zich hebben opgegeven voor de opleiding? We hebben ongeveer 20, het juiste aantal weet ik niet, maar het zal niet veel verschillen. We hebben ongeveer 20 studenten die gaan deelnemen aan deze opleiding. Het kan ietsje meer zijn of ietsje minder, maar rond de 20 studenten. En hoe zal de opleiding eruit zien? Is het een voltijdse opleiding of een deeltijdse opleiding? Nou, uit ervaring wijs geworden hebben we van deze opleiding een deeltijdse opleiding gemaakt. Want de vorige master was eigenlijk een voltijdse opleiding voor mensen die al een voltijdse job hadden. Dus het gevolg was dat ze in een jaar, anderhalf jaar echt, ja, op zo goed Surinaams-Nederlands gepompt zijn. He? Dus er kwamen achter elkaar docenten, ze hadden nauwelijks vakantie in september. Maar na die anderhalf jaar waren ze natuurlijk ontzettend moe. Hè? En daardoor heeft het wat langer geduurd voordat ze hun master's thesis hebben geschreven. Dus wat we nu hebben gedaan is het een deeltijdse opleiding maken, verspreid over 3 jaar, met de bedoeling dat na 3 jaar er voldoende ruimte is geweest om ook je master's thesis te kunnen schrijven. Er zullen altijd misschien 1 of 2 studenten zijn die er wat langer over doen. Maar de bedoeling is nu echt, omdat het deeltijds is, heel sterk gericht op het afstuderen van mensen, dat we in 3 jaar tijd al de eerste studenten hebben die afgestudeerd zijn van deze masteropleiding. En heel vaak wordt er gesproken van de Surinaamse geschiedenis komt niet goed tot uiting, er wordt niet voldoende onderzoek gedaan naar de Surinaamse geschiedenis. Zal dat wel het geval zijn bij deze mastergeschiedenisopleiding? Ja, dus deze masteropleiding is heel sterk gericht op onderzoek. En wat u niet moet vergeten is, als je kijkt naar de vorige masteropleiding, er zijn 11 masterstheses uitgekomen. Niet allemaal zijn echt in de publiciteit gekomen, maar een aantal hebben toch aardig wat belangstelling getrokken. Dus alleen al het feit dat we ongeveer 20 studenten hebben, betekent in de praktijk dat
laten we positief zijn en iedereen studeert af, dat we ongeveer 20 nieuwe visies hebben op verschillende aspecten van de Surinaamse geschiedenis. Wat misschien minder tot uiting is gekomen in die vorige master, is dat er een x-aantal publicaties daaruit voort zouden moeten komen, laat maar het zo zeggen. Dus we willen ons bij deze master er wel op richten dat de studenten ook daadwerkelijk gaan publiceren. Okay. En bij de bacheloropleiding heb ik gemerkt dat er een onderzoeksprogramma is waarbij de studenten een onderwerp moeten kiezen waarvan ze kunnen afstuderen. Zal dat ook het geval zijn? Dus zullen jullie een afstudeerprogramma hebben? We hebben dus dat onderzoeksprogramma is een heel breed programma. En het is niet alleen voor de bachelor, het is ook voor de master. Vanwege allerlei omstandigheden hebben we maar een deel van ons, en ik geef het direct toe, nogal ambitieus onderzoeksprogramma kunnen doen. Dus we hopen dat in dit geval, en we zullen het zeker stimuleren, meerdere studenten de verschillende thema's die zijn gelist, dat ze daar belangstelling voor tonen en dat ze onderzoek gaan doen. Is het onderzoekprogramma alleen gericht op Surinaamse geschiedenis? Het is voornamelijk Surinaamse geschiedenis, maar wat wij natuurlijk ook stimuleren is Surinaamse geschiedenis vindt niet plaats in een vacuüm. Ja, dus je hebt raakvlakken met de regio, met de bredere omgeving zal ik maar zeggen, en de wereld. Ja, als je onderwerp neemt als slavernij of contractarbeid, dan heb je slavernij gehad, niet alleen in Suriname, maar slavernij is een wereldfenomeen. Contractarbeid komt nog steeds voor en vindt ook plaats over de hele wereld. Dus wat wij natuurlijk ook stimuleren, is die Surinaamse geschiedenis niet zien als een stukje geschiedenis op zich, maar een geschiedenis in een context. En vooral natuurlijk een regionale context, maar ook een mondiale context, de wereld. En als we kijken naar de verschillende facetten binnen de Surinaamse gemeenschap, dan praten we heel vaak over een bepaalde cultuur die wetenschappelijk niet onderbouwd is of kan worden, dat zegt men heel vaak. Hoe zal die masteropleiding, want is toch wel deel van onze Surinaamse samenleving, hoe zullen we die aspecten belichten, benadrukken? Ja. Oké, dus als je kijkt naar geschiedenis in zijn algemeenheid, dan zie je dat geschiedenis vroeger heel veel politieke geschiedenis was. Krijgsgeschiedenis, de geschiedenis van veroveringen. Nu zie je, nu eigenlijk al 40, 50 jaar, misschien zelfs langer, dat heel veel nadruk wordt gelegd op cultuurgeschiedenis. Het menselijk handelen in de geschiedenis, allerlei aspecten van een cultuur. En dat zie je dus ook in Suriname, dat de belangstelling voor cultuur als onderdeel van onze geschiedenis, die belangstelling is enorm toegenomen. En als je dus kijkt ook naar de verschillende studenten die zijn afgestudeerd bij de bachelor, maar ook bij de master, dan zie je nogal wat onderwerpen die van belang zijn voor onze cultuur. De achtergronden van bepaalde culturele uitingen. Onze geschiedenisstudenten van de bachelor hebben heel wat onderzoek gedaan, bijvoorbeeld in Joden Savannah. Dat is archeologisch onderzoek. Ja? En ze hebben ook al het nodige daarover gepubliceerd en ze zijn bezig verder onderzoek te doen. Dus dat zijn allemaal manieren om onze eigen geschiedenis verder te schrijven. Ja? Dus niet alleen geschiedenis gebaseerd op bronnen, maar ook geschiedenis gebaseerd op opgravingen, dus de archeologie, orale bronnen, de verhalen van mensen. En zo kan ik doorgaan. U heeft aangehaald dat er een onderzoeksprogramma is voor het afstuderen. Maar stel dat iemand zich heeft ingeschreven omdat hij of zij al lang een bepaalde onderwerp wilde belichten en het niet voorkomt in jullie onderzoeksprogramma. Hoe zal de opleiding daarmee omgaan? Ons onderzoeksprogramma is een leidraad. Het is niet de leidraad. Ja? Dus studenten zijn vrij om zelf met onderwerpen te komen die ze interessant achten, die ze belangrijk achten, die voor hun al heel lang hen leeft. Dus we gaan mensen niet dwingen om alleen maar
aan de hand van ons onderzoeksprogramma een bachelor of een master thesis te schrijven. Dus ze hebben de ruimte om met hun eigen onderwerp te komen. Dus dat gaan we zeker niet inperken, indammen of wat dan ook. Het is een opleiding die voor de tweede keer aangeboden wordt. Is er sprake van accreditatie? Dit zijn incidentele masteropleidingen. Dus in ons geval hebben we wat ze noemen een diagnostische simulatie gedaan. Een diagnostische simulatie, om het heel simpel en eenvoudig te zeggen, is een vorm van accreditatie, maar dan intern. De universiteit heeft een kwaliteitszorg. Onderdeel van de universiteit en kwaliteitszorg, de naam zegt het al, let op de kwaliteit van de opleidingen. Dus het masterprogramma moest helemaal worden uitgeschreven, hè, de eindkwalificaties moesten worden geformuleerd, de verschillende onderdelen moesten worden uitgeschreven en die zijn dus ter beoordeling aangeboden aan kwaliteitszorg op de universiteit. Als je een reguliere master krijgt, zoals je ook op de universiteit hebt, dan is het zinvol om die te accrediteren. Maar bij de incidentele masters, ik bedoel, we hebben een master gehad in 2011 en 11 jaar later starten we met een tweede master. Ja, normaliter, als je geaccrediteerd bent, dan moet je na 5-6 jaar moet je weer laten zien wat je allemaal gedaan hebt, enzovoorts, enzovoorts. Dus bij incidentele masters is het belangrijk dat je door de diagnostische simulatie gaat, maar de formele accreditatie door het NOVA-instituut van het ministerie van Onderwijs, dat is op dit moment niet verplicht. Maar wanneer je dus gaat beginnen met de reguliere master, dan zou het best een verplichting kunnen zijn. Maar studenten die zeggen van of twijfelen of hun diploma dan geaccepteerd zal worden in het buitenland. Wat hebben jullie daarop te zeggen? Dus accreditatie is één manier om te kijken naar een opleiding. Waar men in het buitenland ook naar vraagt is van wat heb je gedaan? Hè? En wat ook heel belangrijk is, het eerste wat ze vragen is laat me je masterthesis zien. Voldoet die masterthesis aan een bepaalde kwaliteit. Dus je moet je niet helemaal blind staren op accreditatie. Hoewel accreditatie natuurlijk een belangrijk aspect is, zijn er meerdere aspecten die aangeven hoe waardevol of niet je diploma is. He, men kijkt naar het curriculum, he, ik heb het al gezegd, je masterthesis is een goed criterium om te kijken van wat stelt die opleiding voor, wat heb je gedaan, de literatuur die je gebruikt hebt, het onderzoek dat je gedaan hebt. Dat zijn verschillende aspecten van de opleiding die ook belangrijk zijn. Okay. En kunt u aangeven in het kort wat studenten in staat zullen moeten zijn als ze deze masteropleiding hebben afgerond? Dus heel belangrijk is zelfstandig onderzoek doen. Ja, dus dat ze in staat zijn om een redelijk omvattend onderwerp te kunnen tackelen. Laat me het populair zeggen, kunnen tackelen, onderzoek naar kunnen doen. Ze moeten onderzoek kunnen doen aan de hand van verschillende bronnen. Orale bronnen, schriftelijke bronnen. Ze moeten die bronnen ook op waarde weten te schatten. Ja? Ze moeten ook in staat zijn, maar dat na extra training, om curricula te schrijven. Ja? Ze moeten in staat zijn om na te denken over verschillende theoretische aspecten van de geschiedenis. Ze moeten in staat zijn om nieuwe kennis te genereren. Ze moeten in staat zijn om de discussie aan te gaan met buitenlandse wetenschappers. Hè? Over verschillende theoretische aspecten van geschiedenis. Dus dat is heel kort gezegd wat onze afgestudeerden van de masteropleiding moeten kunnen doen. De zogenaamde eindkwalificaties van de opleiding. Dus als we kijken naar de vorige groep, dan heb ik het al gezegd, ze zijn terechtgekomen in verschillende leidinggevende posities in het onderwijs, maar ook buiten het onderwijs. En we hebben nu één persoon van die groep die op dit moment in Nederland zit, om ze voor onderzoek te doen om te komen tot de dissertatie. Dus we hopen natuurlijk dat uit deze groep er ook een aantal mensen zijn die verder gaan om te promoveren. Ja, dus we hopen dat deze mensen, en het zijn relatief jonge historici,
dat ze ook bereid zijn om inderdaad de geschiedenis helpen herschrijven. Well, yeah, de focus is veelal gelegd op het herschrijven van de geschiedenis en leidinggevende posities binnen en buiten het onderwijs. Veelal denken we aan het onderwijs als we denken aan historici. Kunt u misschien aangeven wat de andere vakgebieden zijn waar historici, dus na deze opleiding, ook werkzaam gesteld kunnen worden? Ja, nou, historici, als je kijkt naar het Caribisch gebied, maar ook buiten het Caribisch gebied, dan zie je dat historici op heel veel plekken terecht zijn gekomen. Er zijn bekende historici geweest die in de politiek zijn gegaan. Er zijn historici geweest die in bedrijven, die een beetje los van hun vakgebied, een leidinggevende positie hebben gehad. Er zijn historici die in het uitgeversvak terecht zijn gekomen. Er zijn historici die in de journalistiek terecht zijn gekomen. Er zijn historici die op het gebied van de buitenlandse politiek een belangrijke rol hebben gespeeld. In internationale organisaties een belangrijke rol hebben gespeeld. Op het cultureel vlak zijn ze terecht gekomen. Dus er zijn een scala aan mogelijkheden voor mensen die een masteropleiding hebben afgerond. Om, laten we zeggen, actief te zijn in die gemeenschap. U bent de richtingscoördinator van deze masteropleiding. Zullen jullie na het afronden van deze opleiding denken aan nog een masteropleiding aanbieden? Of ja, iets frequenter deze opleiding aanbieden? Ik heb het al gezegd, het hangt voor een deel af natuurlijk van hoeveel mensen belangstelling hebben om zo'n master te doen. Hoeveel mensen zijn afgestudeerd. Met andere woorden, hoeveel mensen los van de belangstelling ook gekwalificeerd zijn om zo'n master te volgen. Maar voorlopig concentreren we ons op het verloop en een goede afronding van deze master. Ja, en dan zullen we verder kijken. Er zijn wat ideeën om inderdaad wat frequenter een master aan te bieden. Maar we gaan ons echt richten op deze master in toch wel niet bepaald een gemakkelijke tijd in Suriname, in de wereld. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Als je let op pandemie, komt er weer een golf. Dus we concentreren ons op deze master. En laten we zeggen over 5-6 jaar, wanneer ik dan al met pensioen ben, dan komt de nieuwe generatie die zijn of haar gedachten kunnen laten gaan over een andere masteropleiding. Duidelijke taal, dank u wel. Zo kijkers, met de woorden van meneer Egger zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. We zijn er volgende week weer met spannende onderwerpen. Dus kijk naar ons uit en ik zal zeggen voor nu, wees veilig en tot de volgende keer.